Oké, okay, dit filmpje gaat over vergelijkingen van de eerste graad in één onbekende. En we zullen hierbij gelijkheid, balansmethode en het oplossen van vergelijkingen van die vorm bespreken. Eerst en vooral een gelijkheid, dat ken je al van vroeger. Dit is een voorbeeld: 7 plus 4 is inderdaad 11. De linkerkant noemen we het linkerlid, dat is terminologie moet je kennen, rechterkant, rechterlid. Simpel. We kunnen hier om te even wat aan de linkerkant en de rechterkant schrijven, maar de gelijkheid moet altijd gelden. We zeggen ook dat deze in balans is. Dus we kunnen hier als het ware een balans een weegschaal, een balans tekenen, en dus het linkerlid weegt evenveel als het rechterlid. Het in balans zijn gaan we zo dadelijk bespreken om tot onze balansmethode te komen om vergelijkingen op te lossen. Neem bijvoorbeeld 5 keer 7 is 35. Als ik nu aan de linkerkant, of aan dus het linkerlid, een term toevoeg, dus dat is een optelling of een aftrekking, dan is onze gelijkheid niet meer gelukkig, want het klopt niet meer. Dit hier is eigenlijk 37. Dus je kunt aan de linkerkant van een gelijkheid iets toevoegen, dan moet je dat ook aan de rechterkant doen, en dan klopt het wel. En je kunt dit doen met om omteven welke term. Het maakt niet uit. Het mag ook een breuk zijn. Maar dus we zeggen dat deze in balans is. Een ander voorbeeld is: 3 keer 4 is 12, of dat we hier een vermenigvuldiging doen. Dus we voegen er een factor aan toe, een factor 2. Opnieuw geldt dezelfde regel. Als je bij het linkerlid een bepaalde factor toevoegt. Dan moet je dat aan de andere kant ook doen. En het kan hier opnieuw om het even welk getal zijn. Zoals deze voorbeelden. Maar er is één uitzondering. En dat is maal 0. Want 0 is, zoals je weet, het opslorpend element voor de vermenigvuldiging. En die heeft een wel zeer lelijke eigenschap. Neem bijvoorbeeld deze. Ongelijkheid, 5 is effectief niet gelijk aan 3, ook al staat het hier, maar als ik maal 0 doe aan weerszijden, dan kan ik toch die gelijkheid doen kloppen. Dat zou eigenlijk niet mogen. Dus, als ik hier die maal 0 en maal 0 schrap, dan blijf ik over met 5 is gelijk aan 3, dat kan niet. Dus, je mag vermenigvuldigen met omteven welke factor, zolang dat die niet 0 is. Dat is de regel. Nu gaan we de balansmethode gebruiken om vergelijkingen op te lossen. Een vergelijking heeft altijd een onbekende. Hier, dat is onze x en dat is de ster van de show. Altijd. Die x die wil alleen op het podium staan, of dus beter, die wil alleen in een bepaald lid staan, hier het linker lid. Dus die min 8, die is er eigenlijk te veel aan. Nu, hoe kunnen we die min 8 wegdoen, of wat moeten we toevoegen? Aan de weegschaal, aan de linkerkant, opdat die min 8 weg zou kunnen gaan. Wel, dat is plus 8, het tegengestelde. Want min 8 plus 8, dat is 0. Maar ons gelijkheidsteken maakt hier al van zijn tak. Want mag niet. Je mag niet zomaar plus 8 toevoegen aan één kant en niks aan de andere. Dus je moet het ook aan het rechterlid toevoegen. Nu, we hebben die plus 8 hier toegevoegd om van die min 8 weg te kunnen zijn. Dus die twee verdwijnen. En hier 13 plus 8 kunnen we uitrekenen, dat is 21 altijd als je vergelijkingen uitvoert, en je krijgt een oplossing, in dit geval x is gelijk aan 21, dan controleer je je antwoord. Dus hierbovenaan heb ik nogmaals de vergelijking waarmee we gestart zijn. Als ik hier 21 invul, in plaats van de x, dan heb ik 21 min 8, en dat is inderdaad 13. Oké. Okay. Volgende oefening. Hier is geen, is geen optelling of aftrekking, maar een vermenigvuldiging. Ja. Dus 8 keer x is 13. Opnieuw, de ster van de dag, dat is x. Wat is er teveel aan? Dat is die maal 8. Nu, om maal 8 weg te krijgen, dan spreek je over vermenigvuldiging. En een vermenigvuldiging, daar spreek je niet bij. Eh, heb je geen tegengestelde, maar heb je het omgekeerde. Dus je gaat hier 8 delen door 8 en dan krijg je 1. En 1 keer x, dat is x. Maar opnieuw, zegt ons gelijkheidsteken, je moet dat dan aan de andere kant ook doen. Dan is het terug in balans. Oké. Okay. 8 gedeeld door 8 valt weg. 13 gedeeld door 8 is een onvereenvoudigbare breuk. Dus x is gelijk aan 13/8. Opnieuw, hier, controleer je antwoord. Dus 8 keer 13 gedeeld door 8. De twee achten kun je schrappen. 13 is 13, blijft over en dat klopt. Dus als je een vermenigvuldiging hebt, dan ga je over op het omgekeerde. En nu als laatste oefening. We zullen hierna nog een reeks doen. Maar deze oefening is de laatste van dit filmpje. Maken we de combinatie van de twee. Dus we hebben hier een term en we hebben hier een factor die niet 0 is. De ster van de dag. Onze x staat daar, hij wil het linkerlid voor zichzelf. We gaan eerst de plus 2 wegwerken. Dat doen we door het tegengestelde toe te voegen. Dat is min 2. Maar, ook aan de andere kant. Sorry, gelijkheidsteken. Plus 2 min 2, dat is 0. 17 min 2, dat is 15. So far so good. En nu, maal 3. Maal. Dat is een vermenigvuldiging. Dus omgekeerde. Ook aan de andere kant. 3 gedeeld door 3, dat is 1. Dus we hebben hier gewoon x staan aan de linkerkant. En 15 gedeeld door 3, dat is wel een vereenvoudigbare breuk. Dat is gewoon 5. Dus onze oplossing is x is gelijk aan 5. Laat ons dat controleren. 3 keer 5 is 15. Plus 2. Is inderdaad 17, dus onze proef klopt ook.